Hallo, ik ben Nele Geurens. Ik ben getrouwd en heb 2 tieners. Daan is 15 en Mila is 12. Maar ik ben ook burgemeester in het mooie Meerhout in de Antwerpse Kempen. En er werd mij gevraagd om een boek of een podcast te zoeken die mij deze zomer geïnspireerd heeft. En ik heb gekozen voor dit boek, Woman Up, van Eva Daleman. Ik denk dat jullie Eva Daleman allemaal wel kennen als radiopresentatrice. Maar daar is ze dus mee gestopt nadat ze een burn-out heeft gehad. En ze heeft eigenlijk een beetje opgeschreven in haar boek hoe dat ze ertoe gekomen is om uit die burn-out te geraken. En dat boek is eigenlijk opgesplitst in verschillende hoofdstukken die eigenlijk allemaal als titel een krachtig statement hebben. Voorbeelden zijn: ik ben bewust, ik ben succesvol, ik ben positief, ik ben in controle, ik ben veerkrachtig. En dat zijn er maar een paar van dit boek die ik nu eventjes voorlees. Want ik wil natuurlijk niet alles verklappen, want het is de bedoeling dat jullie natuurlijk nadien het boek ook lezen. Er staan dus heel veel tips in dit boek om een krachtiger leven te hebben, om bewuster stil te staan bij je vrouwelijke kracht, om vertrouwen te hebben in jezelf. En ze deelt daarbij ook eigenlijk haar zelfzorgplan. En dat deelt ze op in verschillende tips en die wil ik graag met jullie vandaag eventjes delen. Een eerste tip die ze geeft is: kom meer in contact met water. En dat gaat niet alleen maar over meer water drinken, minder alcohol bedoelt ze daar dus eigenlijk mee, want uiteindelijk is thee of een andere drank ook oké, zolang het maar geen alcohol is. Maar het gaat eigenlijk ook over meer in contact komen met water. En zelf heeft ze dat onder andere gedaan door aan de zee te gaan wonen. Nu, dat is voor mij geen optie, hè. Ik blijf graag in Meerhout. Maar ze geeft ook aan dat bijvoorbeeld meer gaan zwemmen ook wel kan werken. En ik moet zeggen, sinds begin van dit jaar ben ik zelf ook meer in het water gedoken. Niet zozeer om te gaan zwemmen, maar meer als, als ijsbeer, laat het mij maar zo noemen. Ik ga dus in het koude water en ja, ik kan het niet anders zeggen, maar het ontspant mij ook heel erg. Dus zoek misschien zelf ook een vijver op of een zwembad om in het koude water jezelf onder te dompelen. Als tweede tip geeft ze ontprikkelen. En daarmee wil ze niet direct zeggen dat je niets moet doen, maar wel de juiste dingen doen op het juiste moment. Ik denk dat we allemaal een heel druk leven hebben. We hebben een drukke job waar dat er heel veel in gebeurt. En als je dan thuis komt, dan merk ik aan mezelf ook dat ik dan heel vaak maar doelloos zit te scrollen op mijn gsm. Mijn Facebook-tijdlijn nog eens afgaan, Instagram nog eens checken, TikTok misschien ook voor sommigen. Maar eigenlijk zegt ze van: goh, plan na een zware werkdag momenten in waarbij je daar tot rust kan komen, in plaats van maar doelloos te zitten scrollen op je gsm. Ik ga het alleszins proberen, maar het blijkt toch niet zo gemakkelijk te zijn om die gsm naast me neer te leggen. Een derde tip gaat over ademen. Ik vind dat zelf een hele krachtige, want uw ademhaling, uw adem, uw longen, je hebt die eigenlijk altijd bij. Dus als je die kan gebruiken om tot rust te komen, dat is toch wel heel waardevol. En daarbij zegt ze eigenlijk van: ja, probeer gewoon een paar keer per dag tot rust te komen. Ga even zitten en probeer een paar keer diep in en uit te ademen. Liefst via een buikademhaling. En dan kom je automatisch tot rust. Als vierde geeft ze aan, en dat is misschien een beetje cliché, maar bewegen. Ik denk dat dat zelf, ik denk voor mij ook dat dat heel belangrijk is om te bewegen. Ik ga al een paar jaar sporten in de lokale sportclubs, maar ik probeer ook voor mezelf hier vlakbij in het bos te gaan lopen, hè, want dat kan je ook op elk moment. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je iets zoekt dat je graag doet. En binnenkort starten al die verenigingen en sportclubs weer met een nieuw aanbod. Dus misschien is het echt wel eens de moment om te gaan kijken wat jij leuk vindt. Als volgende geeft ze aan verbinden. Verbinden met anderen is dat natuurlijk zeker. En voor die people pleasers onder ons, die zullen het zeker herkenbaar vinden. Maar het is belangrijk dat je jezelf bewust ervan bent dat je soms het gedrag van anderen probeert te sturen door je eigen gedrag aan te passen. En daar zegt ze eigenlijk heel eenvoudig bij: stop daar onmiddellijk mee, want je bereikt er niks mee. En omdat dat toch wel een belangrijk punt is, vind ik, wil ik daar ook eventjes een klein stukje uit dit boek aan jullie voorlezen.
Verbinden gaat niet alleen over anderen, maar dus eigenlijk vooral over jezelf, over je lichaam voelen. Als kind leren we al om zogenaamde negatieve emoties te blokkeren. We mogen niet boos zijn of huilen wanneer we pijn hebben. Het is dus stap 1 om weer te verbinden met de signalen van je lichaam. Er naar luisteren, maar er daarom niet per se op ingaan, schrijft ze. In meditatie leer je bijvoorbeeld dat een kriebel mag zijn en je niet meteen hoeft te krabben om de kriebel te stoppen. Verbinden met je lijf is dus stap 1. Wanneer je te veel in je hoofd zit, kan het misschien helpen om even te springen, om je afleiding te zoeken of de binnenkant van je onderarm zachtjes te aaien. Nuttige tips, denk ik, van Eva Daleman. En als voorlaatste tip geeft ze, en dat is een beetje cliché, voeding. Ze zegt, stop met brol eten. Hè. Ga voor vitaminerijke voeding. Ik denk dat we allemaal weten waar het om draait. Fruit, groenten. Maar kies ook wat dat je zelf lekker vindt. Ik kook zelf heel graag, als ik er tijd voor heb. Want dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Ik eet enorm graag. Dus voor mij is dat echt mijn geluksmomentje van de dag. En ik probeer dan ook altijd iets lekkers uit te zoeken. En dan is het alleen maar hopen dat mijn familieleden het ook even lekker vinden natuurlijk. En dan als laatste, en dat hebben we nu in de laatste dagen terug mogen ervaren, maar misschien in juli iets te weinig gehad, is zonlicht. Daarvan schrijft ze ook dat dat heel belangrijk is voor ons als mens. En ik durf het zelfs een beetje uit te breiden, zonlicht, maar gewoon buitenlucht. Ik denk als je je niet zo goed voelt, probeer dan eens, doe de stapschoenen aan en ga eens naar buiten. Alleen of met vrienden, voor mij lucht het alleszins altijd heel erg op. Voilà, dat zijn een paar tips uit het boek van Eva Daleman, maar zeker niet alles, hè, want het zijn toch wel iets meer pagina's dan de tips dat ik gegeven heb. Het zijn een kleine 300 pagina's, want het leest heel vlot. Het is een boek uit 2019, dus nog heel recent. Ik kan jullie alleen maar aanraden om het te lezen en heel veel plezier ermee.